Succes. Dankjewel, we gaan ervoor. Graafschap, PSV. Nou, ik denk het is wel altijd moeilijk spelen op de Vijverberg in Doetinchem, maar ik ga toch voor PSV. Die hebben toch meer kwaliteiten dan de Graafschap, dus ik ga voor een 2. We gaan ervoor, even kijken. Nou, dit is een hele mooie wedstrijd, denk ik. Heerenveen Twente. Ik ga voor een 2, ook bij Twente. De derde wedstrijd, NEC Willem II. Nou, ik denk dat Willem II in een hele moeilijke fase zit. Ik ga voor een 1. Dan gaan we vieren. De vierde wedstrijd, Rode JC, ADO Den Haag. Nou, John van der Brom. Natuurlijk een hele goede bekende van ons hier. En ADO, ja, daar heb ik zelf een tijdje gespeeld. Dus ik ga wederom voor een 2. Nou, dus een hele mooie natuurlijk, een Rotterdamse onder onsje. En ik denk dat Feyenoord wat recht heeft te zetten met de uitwedstrijd. Dus ik ga voor een 1 voor Feyenoord. NAC, FC Utrecht. Nou, ik denk dat het een fantastische wedstrijd kan worden. Ik denk dat ik deze keer voor een 3 ga. Wacht eens op Ajax, Heinie. Dat wachten. Nou, daar hoeven we niet lang op te wachten deze keer. Je rolt meteen uit het kokertje. Nou, twee oud-Barcelona-collega's tegenover elkaar natuurlijk. En gezien Frank en Ajax deze week een fantastisch resultaat hebben neergezet, ga ik voor Frank uiteraard. Dus we gaan voor een 2. Heracles VVV. Nou, ik denk dat Heracles in het voordeel is met het kunstgras. VVV zit in een niet zo goede fase, dus ik ga voor een 1. Laatste wedstrijd. Ja. Dat zal Groningen AZ zijn, hè? Groningen AZ. Ik denk twee hele goede ploegen tegenover elkaar. Pieter Huister tegen Gert-Jan Verbeek. Nou, Pieter komt hier vandaan. Groningen heel sterk in de thuiswedstrijden. Dus ik ga van een 1. De voorspelling van Heinie Otto van de 18e speelronde in de Eredivisie. Te beginnen met de Graafschap PSV. Een 2. Heerenveen FC Twente. 2. NEC Willem II. 1. Rode JC ADO Den Haag, 2. Feyenoord Excelsior, 1. NAC Utrecht, een 3. Vitesse Ajax, een 2 uiteraard. Heracles Almelo VVV, een 1. En tot slot Groningen AZ,